Uh, goedemiddag, ik ben Sjaak Schipper, eigenaar uh, van Schipper Installatie. En uh, wat Hans net allemaal heeft uitgelegd, klinkt leuk. Maar aan mij een stukje van hoe passen we dit nu toe? Hoe brengen we dit nou in de praktijk? En hoe ziet het er nou uit? Uh, nou, hier zie je het eigenlijk al staan. Uh, het begint bij. Een, een, een warmtepomp is eigenlijk een all-electric oplossing. Je gaat van het gas af en je gaat elektrisch verwarmen. En door het comprimeren van de, van de gassen en de vloeistoffen in dat circuit breng je die temperatuur omhoog van, van uh, de temperatuur uit de bron naar de temperatuur naar het afgiftesysteem. Daar zit het daar zit hoge rendement van de warmtepomp. En dan kun je dat gaan toepassen in een woning, in een bedrijfspand. Uh, uh, nou ja, het maakt niet uit waar je dat uh, toepast. Uh, je kunt dat in een hybride variant doen. Uh, hybride betekent eigenlijk niet meer dan dat je een hulpbron naast de warmtepomp zet, over het algemeen een cv-ketel... Uh, uh, met de warmtepomp doe je dan de basis, hè, de lagere temperaturen en de hogere temperaturen, douchewater. Uh, uh, als het buiten erg koud is, dan, dan gebruik je de CV-ketel. Uh, nou Hans heeft net steeds de koelkast gebruikt als uh, voorbeeld. Dat is een best wel een goed voorbeeld. Maar in de praktijk hebben we natuurlijk geen koelkast. Dan hebben we een, een, een bron nodig uh, om ergens energie uit te halen. Nou, bij een luchtwaterwarmtepomp gebruik je daar buitenlucht voor. He, dan heb je een, een buitenunit nodig. Die zet je ergens in de tuin. Dat is de bekende airco-unit. Uh, die haalt het energie, dat is de verdamper, die haalt de energie uit de lucht, stopt het in het gas, brengt het naar binnen en geeft het aan de condenser af. Bij een bodemwarmtesysteem, aardwarmtesysteem, hebben we een bodemlus van ongeveer 150 meter diep, soms meerdere. En uh, halen we de energie uit de bodem in plaats van uit de lucht. Het, het voordeel van een bodemwarmte is dat de, de energie. Of de temperatuur moet ik zeggen op 150 meter wat constanter is dan de buitenlucht. Op 150 meter zal het niet heel gauw min 10 worden. En uh, buiten wel. Nou, daarnaast heb je nog allerlei varianten. Een ventilatiewarmtepomp bijvoorbeeld. Die haalt uh, de energie uit de ventilatielucht uit de woning. Uh, uh, dat, dat is over het algemeen wat warm. Hè? Een, een woning is over het algemeen 20 graden. Uh, als je dat uh, gebruikt als bron haal je de warmte uit die warme binnenlucht. En stop je ook in de cv-installatie of in het uh, tapwater. Nou, je hebt nog allerlei alternatieve bronnen. Hier worden er een paar genoemd: ijs, zout, uh, 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 pvt-panelen. Uh, het grote voordeel van ijs is dat je uh, gebruik maakt van de faseovergang van vast naar vloeibaar en andersom. Met een warmtepomp kun je uit water uh, zoveel energie onttrekken dat je hem gaat invriezen. En op het moment dat water overgaat van vloeibaar naar vast, heb je het over kristallisatie-energie. En de temperatuur blijft op 0 graden. Dus je kunt daar best wel heel veel energie uithalen uh, voordat zo'n bak water helemaal uh, uh, ingevroren is. En als je hem dan onderweg wat ontdooit met zonne-energie, dan heb je een hele mooie kringloop met een heel hoog uh, rendement. Nou, zout kun je ook smelten uh, 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 van vloeibaar naar vast, heeft ongeveer hetzelfde effect. Uh, PVT-panelen uh, uh, worden steeds meer toegepast in Nederland. En die hebben als groot voordeel dat je gebruik maakt van uh, warmte, in dit geval uit de lucht, maar niet door middel van een ventilator, maar door een, een, een ribbelwisselaar. Ik heb zo wat voorbeelden. Uh, maar het PV-deel van het PVT, hè, we hebben het over een PV en een T-deel, thermisch deel. Het is dus een combinatie van een thermisch paneel met een PV-paneel. Dus je haalt en warmte en stroom uh, van het dak. Dit is zo'n voorbeeld van zo'n PVT-paneel. En je ziet hier de ribbelbuis, het thermische deel. Daar halen we de temperatuur voor de warmtepomp uit, hè, als bron, dus als verdamper. En daaroverheen ligt eigenlijk een laag PV-paneel. Dus het ziet er uiterlijk uit als een... Hij is wat dikker dan een PV-paneel, maar uiterlijk ziet het eruit als een PV-paneel. Ja, hier zie je ze in het echt. Hè, ze liggen eigenlijk op het dak als een PV-systeem, een zonnepanelen-systeem. Uh, dus hier wordt stroom en warmte opgewekt. Nou, je ziet het, het, het op een plat dak zie je dat eigenlijk vanuit de buitenkant zie je dat uh, bijna niet. Grote voordeel is ze maken geen geluid. Je kunt op een beperkt dak op een vlak toch best wel heel veel energie oogsten. En uh, je ziet deze, dit, 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 het geluid van een buitenunit is natuurlijk best wel een aandachtspunt. En, en in bewoonde gebieden is dit uh, best wel een hele goede, goede oplossing. Het kostenplaatje, nou daar kun je natuurlijk uren over platen, praten. Uh, uh, alles is afhankelijk van arbeid, uh, hoeveel panelen, wat voor een warmtepomp, hè, wat voor een installatie. Maar heel grof gezegd, komt een PVT-installatie uh, inclusief een warmtepomp, dat begint wel bij 25.000 euro. Uh, dat ligt ongeveer gelijk aan een aardwarmtesysteem. Daar moet u het ongeveer mee uh, gelijk. De kosten bij een aardwarmtesysteem die zitten in de bron. Het boren van een bron is redelijk uh, 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 kostenintensief. Uh, en bij een PVT-systeem zit het in het arbeidsloon, in het aanbrengen van de PV-panelen. Uh, grote voordeel is met PVT-panelen wel dat je niet uh, vastzit aan allerlei vergunningstrajecten. Als je ergens wil boren in een woonwijk. Uh, dan uh, moet je bij de provincie vergunningen, uh, meldingen uh, uh, doen. En uh, we zien hier in het Gooi, in, of uh, in Nederland moet ik misschien wel zeggen, uh, steeds meer beperkingen op dat gebied. Uh, er worden steeds meer waterdichte grondlagen doorboord en dat vindt de overheid niet, uh, niet heel prettig. Dus je ziet toch wel steeds meer dat mensen neigen naar dit, uh, dit soort uh, systemen. Nou hier is het nog een plaatje van nog een keer, hè? even de herhaling, de warmtebron. He, dus die ventilator buiten de compressor, de woning met de vloerverwarming, het afgiftesysteem, zeggen wij eh, tegen En hier weer dat expansievertiel met die kringloop. Dus dit is die ventilator, of het PVT-systeem, eh, of de, de bodemlus, of die bak met ijs, of nou ja, he, de, de bron. Nou, hier heb je dan zo'n voorbeeld van een hybride warmtepomp in dit geval. Het plaatje zie niet helemaal scherp, zie ik. Maar je hebt dan eh, een cv-ketel eh, samen met een. Uh, ...met een warmtepomp, dat zit hydraulisch eigenlijk op elkaar aangesloten op de bestaande. Over het algemeen wordt dit in de bestaande woning uh, uh, aangesloten, wordt op de uh, bestaande of een nieuwe cv-ketel aangesloten... ...buiten in de tuin of aan de gevel komt er een buitenunit, daar hoort nog een thermostaat bij. Dit en deze apparaten gaan, gaan samenwerken. Uh, de warmtepomp neemt de leiding over de verwarming, die, kijkt, uh, die communiceert met de thermostaat. Uh, die zegt op een gegeven moment: Hé, hey, de mensen komen thuis, de woning moet warm. Die gaat eerst de warmtepomp aansturen. En op het moment dat de software ziet dat uh, de, de warmtepomp het niet haalt, of dat het te lang duurt voordat de woning uh, warm wordt. Uh, uh, dan geeft hij een signaal naar de cv-ketel en dan gaat hij je helpen. Dat is de hybride variant. Bij auto's zie je dat ook: hè? auto met, met een, een batterij, elektromotor en een uh, brandstofmotor. Hij rijdt elektrisch en op het moment dat je gas geeft, dan komt hier je uh, brandstofmotor bij. Nou, dat zie je bij dit soort hybride systemen ook uh, gebeuren. Heel erg geschikt voor bestaande woningbouw, ook nog met wat hogere aanvoertemperaturen. Liever niet met radiatoren, maar wordt wel gedaan. Uh, Stadverwarming kun je hem ook op aansluiten. Uh, het, het, het voordeel is hij communiceert met allerlei soorten en uh, type cv-ketels, dus het is niet merkgebonden. Uh, je energielabel gaat er een, een aantal stappen mee omhoog. En uh, als er vloerverwarming op aangesloten is, kun je ook nog een beetje koelen. Dan draait hij inwendig zijn werking om. Dan gaat hij in plaats van verwarmen, gaat hij koelen en drukt hij koud water door de vloerverwarming, waardoor je de, de constructie wat uh, terugkoelt. Niet geschikt voor tapwater. Dit is echt uh, als hulp voor de CV-ketel. Uh, de CV-ketel blijft het warme uh, douchewater uh, maken. Uh, op dit moment uh, wordt op dit soort toestellen ongeveer 2400 euro subsidie uh, verstrekt door de overheid. Waardoor de, de, de prijzen, in de inclusief de montage, ongeveer halveert. Uh, dat is per 1 januari ingegaan. Het volgende plaatje is een all-electric oplossing. Dit is een, een, een all-electric, volledig zelfstandig uh, systeem. Hier zit een, een, een tapwaterboiler in. Uh, hier zit het warmtepompdeel, de condensor eigenlijk, met, de, met, het, uh, met het afgiftesysteem. En ook weer een buitenunit, een luchtwaterwarmtepomp is dit in, de, in dit geval. Nou ja, in de basis uh, het, hetzelfde verhaal als bij de hybride, hè, geschikt voor vloerverwarming. D dit soort apparaten kun je niet meer op radiatoren aansluiten. Je hebt wel laagtemperatuur radiatoren, dan noemen we het convectoren, dan wordt het wel toegepast. Het meest toegepast is toch wel, uh, toch wel vloerverwarming. Dit toestel kan wel uh, warm douchewater maken, hè, daar is die voor geschikt. Hij kan tot 55 graden. Uh, je hebt dit type overigens ook gewoon met een losse boiler. Als je een wat, wat grotere badkamer hebt of meerdere badkamers, kun je hier ook een losse boiler uh, op aansluiten. Nou, allerlei vermogend uh, uh, tot maximaal 55 uh, graden. Nou, en de volgende, dit is de, ik heb geen plaatje van de aardwarmte, uh, maar dit is een aardwarmtepomp. Dit is er een met een losse boiler en de aardwarmtepomp. Uh, uh, ja, in de basis is ook weer hetzelfde als het vorige verhaal, hè. het is meer om het te laten zien van uh, hoe ziet dat eruit. Uh, deze gebruikt de, de, de warmte uit de, of de energie uit de aarde, moet ik zeggen, uh, uh, van 150 meter diep. En het volgende het plaatje laat zien, nou dit is zo'n installatie in Bussum. Die staat in een kelder in een, een, een wat oudere woning, die is wel heel goed geïsoleerd, voorzien van vloerverwarming. Hier zie je de warmtepomp, hier zie je de boiler. Hier lopen wat leidingen van de bron. Dit is een aardwarmtebron. Hier lopen de leidingen langs het plafond, heel dik geïsoleerd. Die gaan de bodem in. Hier zit het deel om te koelen. Dit systeem kan de woning ook koelen. Gemiddeld een graad of vier ten opzichte van de buitentemperatuur. Nou, dit is een ventilatiewarmtepomp. Je ziet hier, hier gewoon de CV-ketel, dit is eigenlijk ook een hybride variant. Je ziet hier de CV-ketel. Dit is de, hybride, of de, de, de ventilatiewarmtepomp. Hier zie je de twee ventilatiekanalen. Deze haalt de, de warme lucht uit de woning. He, dus deze vervangt eigenlijk de ventilatiebox die in de meeste woningen nu op zolder hangt. Daar zit een warmtepompje in, die gebruikt de warme ventilatielucht als bron. En stopt het hier ook in de, in de centrale verwarming bij de cv-ketel erbij. En gooit de afgekoelde, vervuilde lucht gooit die naar buiten toe. Dit, dit uh, wekt ongeveer 2 tot 3 kilowatt aan uh, energie op. Maar wel 24 uur per dag. Waardoor dit uh, best wel heel goed werkt. Zeker in bestaande woningen doen we hier best wel hele leuke dingen mee. En je ziet gewoon besparingen van... Met ventilatie, met een, een luchtwaterwarmtepomp haal je, met een hybride uh, warmtepomp haal je een besparing van 30 tot 40, soms wel 50 procent. Met dit soort systemen haal je, ik denk soms 20, 25 uh, procent, omdat die gewoon continu draait. En die brontemperatuur, die luchttemperatuur, bron die, lucht die is continu 20 graden. Daardoor is het rendement van dit soort systemen heel uh, hoog. En ook heel, ik weet even niet uit mijn hoofd hoeveel subsidie, maar dat is ondertussen meer dan 1000 euro uh, subsidie op dit soort uh, toestellen. Dit is een voorbeeld van uh, ook een warmtepompeninstallatie. Uh, hier zit ook nog wat balansventilatie. Uh, uh, met aanvoer- en retourkanalen, een buffervaartje. Dit is ook weer de warmtepomp met een ingebouwde boiler. Hier zie je de vloerverwarmingslangen. Die gaan hier de vloer in. Deze, dit is een nieuwbouwwoning. Deze wordt compleet uh, verwarmd met, met dit uh, systeem. En deze warmtepomp is aangesloten. Dit is een systeem in Huizen, hier in een, 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 een woning. Uh, die heeft een ijsbuffer in de tuin van 10.000 liter. Dat is ook weer een, een bak van 3 meter doorsnee, 3 meter diep. Daar zit 10.000 liter water in en die voeden we uh, uh, met deze warmtepomp. Die onttrekt die energie uit die bak water waarmee we hem invriezen. En op het dak, dat zijn deze leidingen, komen de leidingen van de zonnecollectoren. En die warmte stoppen we weer in die bak, waardoor dat ijs weer ontdooit. Waardoor je continu dat water rond het, het, het vriespunt houdt. Of hoger, liever iets hoger. Uh, maar dan maak je gebruik van die faseovergang van het uh, materiaal. Dit is een van onze betere draaiende systemen qua rendement. Dit, dit, uh, dit gebruikt amper nog energie. Uh, uh. Het volgende plaatje laat de zonnepanelen zien. Dit is de woning aan de buitenkant. Je, je ziet, ik weet niet of dat op de camera goed te zien is, maar dit dak is volledig... Hier zijn de dakpannen weg en al die vlakken die u ziet, dat zijn zonnepanelen. En dit dak levert voldoende energie op om uh, uh, de warmtepomp van uh, stroom te voorzien. En uh, daarmee is deze woning volledig nul op de meter. He, dus dat nul op de meter betekent, hij gebruikt de energie die de warmtepomp gebruikt... inclusief het huishoudelijk gebruik, wordt opgewekt door dit zonnendak. Waardoor de energierekening uh, uh, nul is. Dat noemen ze nul op de meter. Ja, dan de voorwaarden om een warmtepomp te kunnen plaatsen. Daar is het meest over te doen. Uh, met, na met name in de bestaande bouw. De nieuwbouw is niet zo ingewikkeld meer. De huidige regelgeving is zo dat, dat die woningen zo goed geïsoleerd en geventileerd uh, zijn. Dat die uh, warmtevraag in die woningen zo laag is. Dat kan heel goed met een, uh, met een warmtepomp. De uitdaging ligt natuurlijk in de bestaande woningen. Uh, van hoe gaan we die gasloos krijgen en, en ook nog op een een, een beetje energetisch uh, fatsoenlijke manier. Want het is niet zo dat je zomaar een cv-ketel eruit kunt halen en een warmtepomp terug kunt plaatsen. En dat komt door meerdere factoren, maar het heeft over het algemeen te maken met de mate van isolatie van de woning. De kierdichting, uh, het afgiftesysteem, hè, een, een woning jaren 30... Met uh, 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 enkel glas, misschien ook al dubbel glas, maar nog met radiatoren is gewoon niet in die staat dat, dat je hem één op één kunt uh, uh, voorzien van een warmtepomp. Het moet eerst geïsoleerd worden, de radiatoren moeten eruit, er moet vloerverwarming in of lage temperaturenconvectoren. Uh, 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 de kieren moeten nagekeken worden, het dak geïsoleerd. De, de warmtevraag moet eigenlijk dusdanig beperkt worden dat je dat restje wat je nog nodig hebt... Uh, ja, met een warmtepomp kunt opwekken. En dan kun je nog kiezen met uh, wat voor bron je gebruikt. Daarom zien we in de bestaande woningen uh, eigenlijk over het algemeen de hybride oplossing. He, je pakt de basis met de warmtepomp, uh, een, 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 een procent of 50, 60 van de warmtevraag doe je met de warmtepomp en op het moment dat het buiten kouder wordt, onder een graad of 4, pakt de cv-ketel het over en in de tussenliggende periode kunnen ze het uh, samen doen. En hoe lager de aanvoertemperatuur in, in het verwarmingssysteem en hoe hoger de isolatiegraad van de woning, ja, hoe hoger de bijdrage van de warmtepomp gaat worden. Daar, daar kun je mee spelen. Het valt of staat dus met de, de manier en de hoeveelheid isolatie in een woning. Het heeft geen zin om een, een bestaande woning één op één te voorzien van een warmtepomp zonder iets te doen aan de isolatie en het afgiftesysteem. De all-electric, waar we het wel doen, zijn de woningen die goed geïsoleerd worden. Nou, hier wordt het genoemd kierdichting, goed geventileerd. En als je een woning niet ventileert, krijg je vochtige lucht binnen. Vochtige lucht verwarmen kost weer meer energie. Uh, dus dat, dat hoort er gewoon bij. Vloerverwarming of lage temperatuur uh, radiatoren. Nou, het, 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 de plek van de buitenunit, daar zal ik straks nog even over, dat, dat is wel een aandachtspunt. En uh, aardwarmte, de vergunningen. He, dat, maar bij die all-electric oplossing ga je kijken van uh, 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 wat is de, de warmtevraag. Er wordt een warmteverliesberekening gemaakt op basis van nou, wat, wat, hoeveel isolatie zit erin, wat voor dubbel glas zit erin, hoeveel personen. Uh, daar rolt uh, een, een berekening uit en op die basis kun je dat systeem uh, uh, ontwerpen. Uh, en dan kom je inderdaad op van nou, welke, welke warmtepomp ga je dan gebruiken: hè? de luchtwaterwarmtepomp of de aardwarmtepomp, want dat zijn over het algemeen toch wel de keuzes. Nou, bij luchtwarmte is, is echt wel een issue uh, het geluid van de buitenunit. Ze maken geluid, we moeten het niet overdrijven, het is geen herrie. Maar het is wel een aandachtspunt. Je moet hem niet onder een slaapkameraam zetten. Je moet hem niet op de grens naar de buren zetten, bijvoorbeeld. He, dan, uh, tenzij je ruzie met de buren wil. Er is sinds 1 april uh, vorig jaar een, uh, door de diverse gemeentes een geluidseis uh, ingesteld om problemen te voorkomen. Uh, er mag s'nachts niet meer dan 40 decibel uh, geluid gemaakt worden op de erfgrens. Nou zegt u dat waarschijnlijk helemaal niks, 40 decibel, maar dat is echt wel stil. Dat betekent dat je niet zo heel veel uh, mag doen met die ventilatoren. Andere kant van het verhaal is, als je er een meter of drie, vier vandaan staat, dan hoor je ze natuurlijk bijna niet meer. En uh, er is eigenlijk in, in elke tuin of voortuin of achtertuin wel een plek te vinden uh, waar je dat apparaat kwijt kan. Maar je moet hem bijvoorbeeld ook niet op een houten dak zetten, want dan resoneert het door het hele huis heen. He, aan een gevel hangen kan bijvoorbeeld weer wel, maar daar zijn ook nog wel wat regels uh, uh, voor. Maar dat heeft echt wel een, 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 wat aandacht nodig. Nou, een aardwarmte, uh, als je dat in de bestaande situatie wil doen. Um uh, de, ten eerste moet je door allerlei vergunningstrajecten heen, uh, maar er komt een, wel een boorstelling die uw hele tuin overhoop haalt. Er moet, met heel veel water moet er een, een boorput gemaakt worden naar 150 meter. Uh, dat brengt allerlei water en, en rottigheid uit de bodem omhoog. En, uh, dus stel u daarbij wel in op uh, 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 dat er een nieuwe tuin aangelegd moet worden in de bestaande situatie. Bij nieuw zien we dat eigenlijk veel meer gebeuren, dan ligt het eigenlijk altijd al open en is dat allemaal niet, uh, niet uh, zo'n probleem. Uh, dat zit heel in kort in de voorwaarden, maar de, met name aan het offeren en het ontwerpen van een, het, van een warmtepompsysteem daar, dat, je kan maar niet zo'n offerte maken voor een warmtepomp. Daar komt het eigenlijk op neer. Je moet echt met de klant uh, even op tafel van. Nou, wat zijn de wensen? Je moet het ook over het budget hebben, want het verwachtingspatroon bij de diverse systemen uh, is vaak anders dan de, de klant denkt. Uh, maar met name ook een berekening aan de voorkant, vermogensberekening. Uh, hoe ver willen de klanten gaan? Willen ze toch weer dat all-electric of dat hybride systeem? Hè, dat, uh, dat, uh, dat, dat, dat vraagt van de gemiddelde installateur meer skills op het gebied van advies dan alleen maar uh, even snel iets, een apparaat uh, neerzetten. Ik weet niet of de vragen zijn. Hoe kan je bepalen of je huis uh, inclusief verwarmingssystemen en, en isolatie geschikt is? Nou, dat begint dus eigenlijk bij het, het gesprek aan de keukentafel, zeg ik altijd maar. Om even te peilen bij de klant van wat is het verwachtingspatroon. En, uh, maar ook gewoon een opname van de woning. Van wat is de, de, de dikte van de isolatie? Hè? Wat voor soort isolatie is er toegepast? Wat voor glas zit er in de woning? Uh, als daar twijfel over is, uh, kun je nog een infraroodonderzoek uh, doen met een, uh, met een warmtebeeldcamera om te kijken of er nog isolatielekken in de woning uh, zitten. Want wat je gaat doen met een warmtepomp is, uh, je gaat je vermogen, je, je opgewekte, mijn cv-ketel is, is, die is eigenlijk altijd te groot. Je hebt altijd te veel vermogen, hoge temperaturen, dus die woning krijg je wel warm, maar bij een warmtepomp ga je naar veel lagere systeemtemperaturen waardoor je de, de kritische grens wat op gaat zoeken. Dus die manier van isoleren, dubbelglas. Ventilatie, kierdichting. Uh, dat is het grootste aandachtspunt. En daar kunnen wij, daar kan een installateur of een adviseur, uiteindelijk een berekening van maken. En daar rolt dan uit of de woning uh, uh, geschikt is of geschikt is te maken voor een warmtepomp. Hè, de ervaring leert dat uh, uh, woningen van voor 1980, daar moet echt wel wat gedaan worden aan de beglazing en de isolatie. Tussen 1980 en 2000 begint het al wel heel interessant, want uh, dan kun je in ieder geval één op één een, een hybride oplossing uh, toepassen. En met wat extra aanpassingen kun je naar all-electric. Alles na 2000 is goed over te zetten, uh, met wat randvoorwaarden op het gebied van vloerverwarming. Uh, maar die kun je uh, eigenlijk wel overzetten op een uh, all-electric uh, warmtepomp. Dat, dat is ongeveer uh, de grens. Oké, okay, um, ja. een andere vraag is, um, als je dus al je dak vol hebt met zonnepanelen, ja. Dan kun je dus eigenlijk niet aan een PVT-systeem beginnen. Nee, dat zou ik niet doen. Tenzij het hele oude PV-panelen zijn, dan, uh, dan kun je die overweging maken. Maar ik zou als dat panelen van, van niet ouder dan 10 of 15 jaar zijn, zou ik die laten liggen en dan toch kijken naar uh, iets van een, een ventilatiewarmte of een, sorry, een, een uh, luchtwaterwarmtepomp of een aardwarmtepomp. Het is zonde om die, die panelen, hebben een levensduur van ongeveer 25 jaar. En het is zonde om dat uh, uh, binnen die levensduur te gaan vervangen, tenzij er nogmaals hoor uh, dat er wat aan de hand is of dat ze echt wat ouder zijn. Maar dat zie ik in de praktijk eigenlijk niet gebeuren. Oké, okay, een uh, vraag van John Dietz van Hilversum. Uh, wat is de warmteopbrengst van een PVT-paneel? Ja, dat is lastig omdat nu zo, uh, maar dat gaat om enkele honderd watts. Uit mijn hoofd, voor een 6 kW warmtepomp heb je 9 PVT-panelen van 2 vierkante meter nodig. Dus dat is een goede 18 vierkante meter op 6 kilowatt. Ja, nou, dan kun je het uitrekenen. Uh, 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 ik heb even geen telmachine bij de hand, maar het, het, uh, ik, ik, ik maar ben... Voor een gezinswoning de... met een gasverbruik van 1400. Uh, ja, dan moet je wel rekening houden met ergens rond de 10 panelen. Want 1400-1500 kub, dat betekent een warmtepomp van 10 kilowatt. He, dus dan zit je echt wel aan 9 à 10 PV, uh, PVT-panelen uh, vast. Okay. Um, zijn er beperkingen aan de plek waar je de warmtepomp uh, installeert? Moet dat dezelfde plek zijn als waar de CV-ketel uh, gaat? Um, nou ja... Kijk, technisch is alles mogelijk, maar of het reëel is, is een andere. De, 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 over het algemeen is de plek waar nu de cv-ketel hangt toch wel de start van de installatie, hè? de bron van de installatie. Daar zitten alle aansluitingen, daar zitten alle leidingen. Uh, en het is niet logisch om de ketel op zolder aan te sluiten op een warmtepomp in de garage, je krijgt allemaal leidingwerk uh, daartussen. Dus over het algemeen zie je, bij die hybride installaties hangt de, de binnenunit van de warmtepomp naast de cv-ketel. Bij de All-Electric oplossing krijg je natuurlijk geen ketel meer, maar heb je wel al dat leidingwerk op die plek en zie je toch ook wel dat daar het uh, toestel geplaatst wordt. Maar nogmaals, technisch is het natuurlijk mogelijk om die leiding. stel je gaat die woning helemaal verbouwen, dan kun je die leidingen natuurlijk uh, gaan verleggen naar een andere plaats. Als je het warmte systeem ook gebruikt voor kraanwatergebruik. Um, Krijg je dan niet te maken met Legionella? Als... Dat is een hele goede vraag. Want warmtepompen kunnen een boiler maar tot 55 graden uh, verwarmen. Natuurkundig kan dat koude middel in die warmtepomp gewoon niet warmer worden dan ongeveer 60 graden, waardoor de boiler niet warmer wordt dan 55 graden. De, de, de warmtepompfabrikanten hebben het zo opgelost. Uh, die hebben een elektropatroon in een toestel of in de boiler geplaatst. Die hem één keer per week of één keer per bepaalde periode brengt hij de temperaturen een aantal minuten boven de 60 graden. En daarmee is de boiler ontsmet, zoals ze dat dan noemen. En, en dan voldoe je aan de regelgeving en heb je geen, uh, geen legionella meer. Oké. Okay. Um, stel dat je een klein huis hebt. Is er dan een optie om uh, de installaties uh, buiten het huis uh, neer ja, te zetten? Ja, dat zie je ook wel steeds meer gebeuren. Want het neemt, je zag het net op de plaatjes al, het neemt best wel wat ruimte in. Uh, en je ziet, er zijn allerlei oplossingen denkbaar uh, in de vorm van een kast tegen de buitengevel. Uh, dan heb je de geluidsbron ook buiten. Eh, de, de, de warmtepomp of de compressor heb je dan buiten. En je brengt wat leidingen naar binnen naar nou ja, de plek van de ketel. Uh, uh, of nou ja, waar die dan uh, hangt. Dus dat, dat zie je wel gebeuren. Het grote voordeel die ik als installateur zie is natuurlijk. Mijn monteur hoeft niet meer naar zolder bij de klant. Sterker nog, hoeft hij helemaal niet meer naar binnen. Alle techniek staat buiten. Dus voor het onderhoud uh, kan de monteur uh, op het moment komen dat het ons uitkomt. En hoeft u niet thuis te blijven. He, dus dat is wel een heel groot. En ja, het scheelt binnen ruimte in de woning. Dat is absoluut een uh, voordeel. Oké, okay, een um, wat ingewikkelde vraag. Um, uh, er wordt bijvoorbeeld bij het AKN-gebouw uh, gewerkt aan, het, uh, aan, aan de warmtevraag daar. Yeah. Um, zou dat niet handiger zijn om dat in overleg te doen met omwonenden, om hen dan wellicht mee te nemen in dat systeem? Is dat de, zou dat een, uh, ja, een oplossing zijn of niet? Dan zou ik inhoudelijk iets meer weet, moeten weten wat ze daar aan doen zijn. Maar als er sprake is van bijvoorbeeld restwarmte die over is, uh, dan zou je daar natuurlijk heel goed uh, de, de, buren, de woningen van de buren mee kunnen verwarmen. Als, als dat op enig niveau uh, ligt. Maar dat is een, dit is wel een lastige vraag. De, daar moet je technisch inhoudelijker iets meer uh, van, van uh, weten. Maar uh, het, ja, het is misschien geen goed voorbeeld. Maar het, 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 de bekende discussie over de datacenters. Uh, nu ook in Zwolle, Die dingen die worden natuurlijk enorm gekoeld. Uh, waardoor je ook heel veel warmte over hebt. Uh, in de praktijk komt er helemaal niets van terecht. Maar je ziet wel dat dat verkocht wordt als groen. Omdat die restwarmte willen ze toch in de stadsverwarming stoppen. om de woningen mee uh, te verwarmen. En dat is denk ik het principe wat hier uh, uh, bedoeld wordt. Hè, de woningen verwarmen met de restwarmte die zo'n pand uh, overhoudt. En waar dat pand zelf niets mee kan. maar de buren bijvoorbeeld wel. Hè, dat, uh... Ja, als ik de vraag moet vertalen, dan uh, is het zinnig om, om eigenlijk in overleg te gaan met je omgeving. Dat is om altijd. Om uh, een uh, ja. mini-warmtenet aan te leggen. Ja. Of, ja. Uh, ja, dat heeft dus gewoon meerwaarde. Ja, dat heeft in mijn ogen absoluut meerwaarde. Al was het alleen maar om, om het dak van dat AKN-gebouw te gebruiken, om vol te leggen met, met zonnepanelen, PVT-panelen. Want dat heeft waarschijnlijk oppervlakte in de woningen van de buren niet. En dan kun je dat delen. Dus dat, dat, uh, daar zie ik wel meerwaarde in. In de praktijk gebeurt dat weinig vanwege regelgeving, eh, vergunningen, eh, nou ja, eh, eigendomsrechten. Oké, okay, een heel andere vraag. Um, PVT-panelen, zijn die evenzeer noodzakelijk dat die in de zon liggen, of kunnen die ook uh, goed renderen, wanneer ze niet direct zon liggen. Nou, daar zijn eigenlijk twee antwoorden op. Um, ja, ze moeten in de zon liggen om het PV-deel zo goed mogelijk te laten werken, maar nee. Uh, omdat die ribbelbuis, dat thermische deel, dat mag voor mij ook op het noorden liggen. Hè, want uh, die hebben niet direct zonlicht uh, uh, nodig. Als, als het 0 graden is, uh, brontemperatuur, doet die warmtepomp het ook nog steeds. Natuurlijk is het wel zo, als het zonnetje op de PVT-panel schijnt, wordt die warmer, is de brontemperatuur wat hoger en heb je wat meer rendement uh, van de warmtepomp. Uh, maar die dingen die kun je ook op het noorden leggen. Alleen het, het, dan doet je PV-deel uh, niet zoveel meer of niks meer. Dus dat is eigenlijk zonder van de investering. Dan zou ik kijken naar een iets andere oplossing als dat uh, uh, te sprake zou komen. Een vraag nog: een PV. Stel dat zo'n PV-paneel die kost 150 euro. Ja. Wat kost dan een pvt paneel Zo uit mijn hoofd, ik denk 600, 700 euro worden groter. Okay, dus maar dat 600... heeft met aantallen te maken. PV-panelen worden natuurlijk bij honderdduizenden, misschien wel miljoenen gemaakt. En PVT-panelen worden gewoon in veel minder aantallen, veel zeg, lagere aantallen dus zeg maar gemaakt. Zeg maar 700 euro ja. extra. Ja. Dus als je de 6 hebt, heb je, dan is dat een goede duurder dan de ja. gewone ja. buitenunit. Ja. Uh, ja, een gemiddeld PVT-systeem, ik geloof dat ik het net aangetipt heb, is ongeveer net zo duur als een aardwarmtesysteem. Ja, maar dan He, dan je het door de bron. Elkaar, dan, dan, dan heb je alles bij. De... Ja, ja, sorry, hier heb je het alleen over de panelen. Ja, ja. ja. Want dan, ja, de, 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 de rest moet je toch aanschaffen. Ja, nee, die warmtepomp heb je toch al nodig. Ja. ja nee, klopt. Uh, je had het net ook over die ventilatiepomp. Ja. Uh, is, die, is die ook gewoon bruikbaar? En wat zijn de kosten daarvan? Nou, zo uit mijn hoofd kost dat apparaat 3.500 euro. Daar zal ongeveer 1.000 euro subsidie op zitten. He, dus netto 2.500 ja. euro. En uh, daar komt nog een klein beetje montage bij. Maar doordat je geen buitenunit hebt, uh, uh, is, de, is de montage over het algemeen met een dag wel gebeurd. Uh, voeren in het dak en uh, stekker in stopcontact. Ja, en dan ga je 20, 25 procent besparen op je gasrekening. Dus dat, 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 dat gaat best wel heel goed. Die worden best wel heel veel toegepast ja. hè? door de simpelheid, eenvoud. Ja. Prijstechnisch, nou ja, het, het, het is inderdaad wel een investering, maar door de subsidie komt het uh, best wel uh, snel je kant op. En, en uh, het blijft een rotwoord, maar terugverdiendheid is redelijk, uh, redelijk klein. Dan Zit er in die 3500 het complete systeem? Ja, over het algemeen wel. Ja, hangt natuurlijk ook, kijk, als je drie ogen achter moet ophangen, die dingen ja, zijn over ja, het algemeen vrij is... zwaar, maar zo over de duim, 3.500, 4.000 euro, uh, ja, ja. dan hangen ze wel. En, uh, en heb je wel je besparing te pakken en niet die geluidsbron buiten. He, er ja. zijn gewoon situaties waar je die buitenunit niet goed kwijt kunt. Zonder problemen of, of met heel veel arbeid. En dan is dit wel, uh, kan dit een hele goede oplossing zijn. Ja. He, dat heeft een wat, wat beperkter vermogen dan de, de units met, uh, met de buitenunit. Maar het doet het wel 24 uur per dag. En, uh, dus daar, daar haal je echt wel leuke resultaten mee. Ja. Oké. Okay. Ja, dan zijn we eigenlijk wel door de vragen heen. Uh, Mocht u nog vragen hebben, uh, als u deze uitzending gezien heeft, stel ze gerust uh, via energie.hilversum100.nl En anders weet ik vrij zeker dat uh, meneer Schipper ook uh, gaarne bereid is om nog uh, vragen van mensen te beantwoorden. Uh, dank voor het kijken en uh, is... tot de volgende keer.